Kijk, je hebt een glas en die is half, is half vol of half leeg. Ja, daar moet je een tijd voor nemen om over na te denken. Eventjes tijd voor de halvering. Natuurlijk niet over een glas water, maar over een radioactieve kern. In dit geval 14 koolstof. Voelt zich niet lekker, hè? En dat kun je overzien in binas, want koolstof 14 die zal dus een beta-deeltje uitspugen, oftewel de vervalvergelijking zal dit zijn. En wat er ontstaat is stikstof 14,7N. Oftewel, ik heb twee deeltjes: koolstof en stikstof. Koolstof duidelijk niet stabiel, ja, oftewel die zal een keer vervallen. En stikstof duidelijk wel stabiel. Ja, en ja, die blijft gewoon voor eeuwig bestaan. Hoewel, wat is eeuwig? Maar dat is weer een ander vak. De vraag is nou van, ja, maar het koolstof vervalt wel, maar hoe lang moet ik wachten voordat zo'n koolstofatoom of koolstofkern vervalt? Wel nu. Ik laat even een animatie zien om het een en ander uit te leggen over die koolstof. Belangrijk is deze grens. Ja, half-life staat er, halveringstijd. Nou, 5730 jaar is halveringstijd van koolstof. Betekent dat al deze koolstofkernen, ja, na 5730 jaar gehalveerd zijn. En dat betekent dus dat dat gele vlakje, dat gele rondje, ja, dat stelt voor alle koolstof. En die zal dus voor de helft na 5730 jaar verdwenen zijn. We gaan van start. We hoeven niet 5730 jaar te wachten. Het gaat iets versneld worden afgespeeld. Maar als je dus op de halveringstijd is, dan moet eigenlijk de helft vervallen zijn. En stop. Nou ja, de helft, iets meer dan de helft. Hè. Kijk, ja, het is net iets meer, maar dat is het punt. Het is een proces die niet exact is. Het is ongeveer de helft. En als je dus nu weer een halveringstijd wacht, dan moet weer de helft van wat overgebleven is verdwijnen. En dan moet ik dus een kwart overhouden. En je ziet, dat komt aardig uit. Ja, op die manier, ja, als je dus nu hier een halveringstijd verder gaat, dan moet er weer de helft verdwenen zijn en dan moet ik dus een achtste overhouden. En zo gaat het door totdat je dus dusdanig weinig overhoudt dat je kunt zeggen van nou, nu is het eigenlijk verdwenen. Oftewel, halveringstijd, dat is de tijd waarin de helft van het aantal kernen vervallen is. Ja, ik heb hier dus alle kernen en na één halveringstijd ben ik de helft kwijt. En van die helft ben ik na nog een halveringstijd weer de helft kwijt. En weer een halveringstijd, weer een helft. En we wachten nog eventjes en dan ben ik weer de helft kwijt. Oftewel, iedere keer moet je het keer een half doen en dan krijg je in feite dit soort formules om te berekenen hoeveel ik overhoud. Nou, hoeveel is er aanwezig? Nou, dat is de hoeveelheid die je in het begin hebt keer een aantal keren een half. En hoeveel keren het is, dat is afhankelijk van de halveringstijd. Ja, is het 10 keer, dan moet je 10 keer een half doen. Is het slechts 2 keer, dan 2 keer. Je zult trouwens alleen maar opgaven tegenkomen waarbij het aantal halveringstijden een geheel getal is. En daarvoor heb je natuurlijk ook weer te maken met binas. Want in binas heb je een kolom met halveringstijd. En daarin kun je dus zien wat halveringstijd is van de diverse stoffen. Let op dat hier verschillende eenheden zijn. Ja, dus je moet goed opletten welke eenheid erachter staat.
Als een kern ontzettend snel halveert, dan betekent dat de activiteit ook ontzettend hoog is. Activiteit is, nou hier staat het, aantal atoomkernen dat per seconde vervalt. Nou, eventjes het symbool voor activiteit is hoofdletter A en de eenheid is becquerel. Becquerel, wat is dat nou weer? Nou kijk, dit is meneer Becquerel, weer zo'n natuurkundige die er onderzoek in heeft gedaan. Maar als de activiteit 1 becquerel is, dat betekent dat er 1 kern per seconde vervalt. Dat is trouwens ontzettend weinig hoor, 1 kern per seconde. Maar goed, activiteit kun je berekenen met het aantal kernen wat vervalt gedeeld door de tijd. Nou, het is in feite gewoon dat snelheid is afstand gedeeld door tijd. Activiteit is aantal kernen per seconde. Ja, gedeeld door de tijd. Oftewel, activiteit is deze formule, maar let op, deze formule, daar bereken je de gemiddelde activiteit mee. Ook hier heb je weer een formule bij die ontzettend lijkt op de formule die je al kent. Want als je nu de N verandert in een A, dan heb je weer de formule, maar dan voor activiteit. Ja, dus wil je activiteit berekenen, dan ga je de beginactiviteit erbij halen en doe je iedere keer weer keer een half om de huidige activiteit te berekenen. Neem een voorbeeld met polonium 211. Hoeveel polonium heb ik? Kijk, ik begin met 20 keer 10 tot de macht 34 deeltjes. Dat betekent dus dat ik op deze as het aantal deeltjes moet zetten. En ik begin met 20 en het wordt natuurlijk alleen maar minder. Dus bovenaan zet ik 20. En dan ga ik zo door naar de 0. Ja, let op, hè, keer 10 tot de macht 34. Wat moet ik voor tijdsas doen? Nou, belangrijk is dat ik dan eventjes de halveringstijd van polonium 211 bekijk. En dan zie je dus hier, polonium 211 heeft een halveringstijd van een halve seconde. Oftewel, ik moet hier in ieder geval een aantal keer een halve seconde kunnen doen. Kortom, op deze manier. Ja, dan heb ik een aantal halveringstijden, kan ik daarop kwijt. Invullen. Ik begin bij 20. Na 1 halveringstijd kom ik dus na een halve seconde op de helft. Oftewel, ik heb 10 deeltjes over. Na weer een halveringstijd, de helft van 10 is 5. Weer een halveringstijd kom ik op 2,5. En weer een halveringstijd op 1,25. En zo gaat het steeds meer door natuurlijk. Totdat je bijna op 0 komt. Je kunt er een mooi vloeiende lijn doorheen tekenen. Dan krijg je zo'n soort kromme. En we noemen dit de vervalkromme. Typische vorm trouwens van zo'n verval. Even een vraagje. Wat is de gemiddelde activiteit in de eerste 2 seconden? Nou, gemiddelde activiteit is hoeveel is hij naar beneden gegaan. Ik begin met 20 keer 10 tot de macht 34 deeltjes. Na 2 seconden, hoeveel deeltjes heb ik dan over? Nou, ik begin met 20. Na 1 halveringstijd heb ik 10. Na nog eentje 5. Na nog eentje 2,5. En na 4 keer halveren kom ik op 1,25. Dus na 4 halveringstijden heb ik 1,25. Oftewel, de gemiddelde activiteit is verschil 20. Min 1,25 keer 10 tot de macht 34 gedeeld 2. Als je dat met je rekenmachine invult, kom je op 9,4 keer 10 tot de macht 34 becquerel. En let op, in de opgave zul je altijd maar met gehele halveringstijden te maken hebben. Groot getal, maar dat is vaak zo met activiteit. Volgende vraag is, wat is de activiteit op 1 seconde? Dus niet gemiddelde activiteit, nee, de activiteit. Nou, vergelijk het even met snelheid. Ja, hoe kun je de snelheid op een tijdstip bepalen in een XT-diagram? Dat doe je met een, precies, een raaklijn. En dat doe je dus hier ook. Je tekent een raaklijn op het tijdstip wat gevraagd wordt. Dus hier 1 seconde. Je maakt een mooi driehoekje. En je leest daaruit delta N, in dit geval 12 keer 10 tot de macht 34, en delta T, in dit geval 1,7. Dan krijg je dus dat de activiteit is delta N gedeeld delta T. Invullen
en komt op 7,1 keer 10 tot macht 33 becquerel. Activiteit op 1 seconde. Sluit af met een lekker voorbeeldje. Ja, je hebt een taart, maar je moet er snel bij wezen, want ja, voor je het weet, iedere keer ben je de helft kwijt. En snel nou, want anders is hij op. En dat is deze presentatie ook. Bedankt voor het horen en wellicht tot horens.